Een grote voorraad van het AstraZeneca-vaccin is vervallen op 30 november. Hierdoor worden de voorraden aan vaccins steeds minder in ons land. Sunita Nanan Pandey Gopisingh, voorzitter van de stuurgroep vaccinatieprogramma, haalde aan dat steeds meer mensen zich laten vaccineren. Echter gaat dat te langzaam. Voor zover is 45,49% van de vaccinatiedoelgroep gevaccineerd. Wat volgens Nanan Pandey Gopisingh niet echt opschiet. We hebben getracht zoveel mogelijk mensen voordien toch ertoe te bewegen om zich te laten vaccineren. Helaas is het niet gelukt. En uit veiligheidsoverwegingen, werkzaamheid van vaccin, aanbevelingen van de fabrikant, hebben we toch deze batch aan AstraZeneca moeten laten gaan. Nanan Pandey Gopisingh zegt dat het wel redelijk goed verloopt met de boostershots. Tot nu toe hebben 9.769 personen de boostershot genomen. Ze roept ook 40-plussers op die geen onderliggende ziektes hebben, de boosterprik te nemen. Maar ook de mensen die 40-plus zijn en misschien het idee hebben dat ze toch wel gezond zijn en geen andere bijkomende zaken hebben. Het is toch goed om je extra te beschermen, misschien in aanloop naar wat zal komen. Maar ook de rest van de bevolking zouden we willen oproepen, wederom, om voor nu gebruik te maken van alle mogelijkheden om je te laten vaccineren. Nanan Pandey Gopisingh roept op tot vaccinatie voordat de voorraden steeds minder worden. Vooralsnog gaat het ministerie van Volksgezondheid en de stuurgroep vaccinatieprogramma door met het vaccineren van het Moderna-vaccin.